ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een unboxing van Lounge. Ik heb er echt mega veel zin in om dit pakketje met jullie open te maken. En als jullie er ook zin in hebben, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Ik mocht weer wat setjes uitzoeken en ik heb al vaker hier video's over gemaakt. En ik ben gewoon echt super tevreden en ik ben gewoon heel erg tevreden over de kwaliteit. En toen ik weer een berichtje kreeg, dacht ik ja. Ik wil heel graag weer nieuwe setjes ontvangen. Het is vandaag een hele warme dag. Dus ik heb net de airco aangehad. Maar het raam zat ook een beetje open. Omdat het anders echt te heet is. Dus ik hoop niet dat ik helemaal ga zweten tijdens de video. Maar dit was even het enige moment dat ik de video kon opnemen. Dus dan weten jullie dat. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. En ik heb ook een code, namelijk Janette10. Voor 10% korting als het goed is. Ja, met de code Janette10 krijg je 10% korting. Ik zal alles in de beschrijving zetten. Dus laten we maar gauw beginnen. Als eerst zit het in deze hele mooie doos. Hier bewaar ik het ook altijd in. Dus ik heb één doos, die bewaar ik. En daar heb ik alles in gedaan. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Zodat ik de rest gewoon hierin kan doen. Oké, dus we gaan hem lekker openmaken. Ik heb wel wat verschillende setjes besteld. Maar mijn favoriet blijft wel de van de balcony lijn. Vind ik gewoon het allermooiste. Hierin zit altijd een kaartje hoe je het beste dingen kan terugsturen. En ja, gewoon wat informatie. Vind ik wel heel erg fijn. Ik vind de Instagram ook heel erg fijn om daar even te kijken voor inspiratie. En ook heel erg fijn dat ze niet alleen maar van die super slanke modellen hebben. Als eerste heb ik een groen setje. Dit is van de balcony bra. Dit is het topje, super mooi. Ik heb deze in een 75B, dus gewoon mijn eigen cupmaat. En dit past eigenlijk gewoon precies. Ik vind deze kleur heel erg leuk en die had ik ook nog niet. Achterkant kan je dus gewoon verstellen, wat heel erg fijn is. En ja, deze bandjes kan je ook verstellen. Ik vind dit gewoon echt prachtig, mooi zitten. En dit is echt mijn favoriet. En daarbij hoort natuurlijk ook het broekje. Ik zit zelf altijd tussen een S en een M in. Maar deze broekjes vallen dus wat groter van Lounge. Dus daarom bestel ik altijd een S en die zit eigenlijk perfect. Deze ziet er wel wat groter uit. Zo. En wat ik dus heel erg mooi vind is dat de voorkant zo helemaal met kant is. En dan aan de achterkant heb je wel de band met Lounge. En deze heb ik dus in een maatje S. Wat ook heel erg mooi is, is dat je ze wat hoger kan doen. Zodat je... Ja, dan lijken je benen gewoon wat langer. En ik vind dat gewoon heel erg mooi zitten. Dus dat is setje nummer 1. En ik ben heel erg blij dat ik deze heb gekregen. Want dit was ook een van mijn favorieten. Dan heb ik de Contour Mesh Bra. Ik moet heel even kijken hoor welke dit ook weer was. Oh ja, deze. Dit is een nieuwe. Deze heb ik nog nooit geprobeerd. Maar ik vond deze er wel heel erg mooi uitzien. Ik denk wel dat dit wat mooier is als je wat grotere boobs hebt. En dat heb ik niet echt. Maar ik vond het wel heel erg leuk om te proberen. Dus dan heb je hier wat kant zitten. En dan is het hiervoor is het wel een beetje bedekt. Deze heb ik in een maatje S. En deze kan je niet verstellen. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Maar je kan de bandjes hier wel verstellen. En daarbij hoort ook een heel mooi broekje. En dat broekje vind ik dan wel weer echt heel erg leuk. Want dan aan de voorkant is het dan gewoon normaal. Maar dan zit aan de zijkant wel ook mesh. En ja, ik vind dit gewoon echt heel erg mooi. Deze is in een maatje S. En ik vind het ook heel erg fijn dat die banden wat dikker zijn. Deze lijkt wel wat kleiner. Maar ik weet zeker dat het wel gaat passen. En ze hebben hier aan de binnenkant ook nog gewoon een extra stukje. Wat heel erg fijn is. Dus dat is het tweede setje. En ik hou ook altijd echt van die zwarte setjes. Omdat ja, ik draag dat gewoon het meest. Omdat het overal onder past eigenlijk. En dat zou je ook bijvoorbeeld weer kunnen combineren met het andere topje. Dan heb ik een joggingspak als het goed is. Of had ik iets anders? Ik ga even kijken. Hierin zitten two-piece. Oh ja, een bralet en een cropped truitje. In een hele mooie crème kleur. Oh, hele mooie kleur. Hij is wel heel kort inderdaad. Oké, nou het is dus in deze een beetje beige kleur. En er staat op de voorkant Lounge in het wit. En hij is dus heel erg kort. Maar daaronder hoort dus een topje. Moet ik hem even goed laten zien. Wordt hier gekruist?
Nee, daaronder hoort dus dit topje. En dat komt er dan onderuit. Heel erg mooi. En dat is dan in dezelfde kleur. En dit zou je natuurlijk ook gewoon los kunnen dragen. Dus dat is heel erg leuk. En ik heb deze in een maatje S. En de trui ook in een maatje S. Dus dit hoort bij elkaar. Dit kan je bij elkaar kopen. Ik zal hier ook gewoon aanbeelden van laten zien. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet. Ik vind het een hele mooie kleur. En de kwaliteit van Lounge is gewoon echt super goed. Ik zie nu dat de jongensbroek er niet bij zit. Dus die moet ik nog eventjes apart gaan vragen. Die komt denk ik nog in een ander pakketje. Dan heb ik, even kijken, een roze setje. Ik vond deze echt heel erg leuk. Hele mooie kleur. Het is echt een beetje in dat Barbie roze kleurtje. En dit is weer dat favoriete setje van mij. Dit is de, moet ik het even goed zeggen, de Blossom Balcony. Maar die vind ik dus ook heel erg mooi. En deze heb ik ook weer in de 75B. De achterkant kan je dus wel verstellen en de bandjes ook. Dus dat is heel erg fijn aan deze. En ja, ik vind het gewoon heel erg mooi. Ook al is het niet zoveel, het ziet er gewoon heel erg mooi uit. Ook omdat hieronder zit ook nog een... waarom kom ik niet op het woord? Er zit ook nog een beugel in. Dus dat is heel erg fijn voor extra ondersteuning. En daarbij natuurlijk het broekje. En dit is dan het roze broekje dat erbij zit. Ook echt super mooi. En ik heb al dus heel veel verschillende setjes van deze. En ik denk dat dit wel een weer van mijn favoriete setjes gaat worden. En ik voel me gewoon hier heel erg mooi in als ik dit aan heb. En dat is natuurlijk gewoon echt super belangrijk. Dus dat is dit setje. Dan als laatste heb ik nog een ander setje. En dit is, hoe heet deze... Dit zijn van die triangeltopjes. En dit vind ik heel erg fijn om aan te doen. Gewoon onder een trui. Zit gewoon lekker makkelijk. Ik heb deze ook in het wit met zwart. Vind ik ook heel erg mooi. En ik zag deze. En deze vind ik ook heel erg leuk. Het zit gewoon heel erg lekker. En het is ook mooi. Maar toch... Ja, het zit lekker, maar het is toch mooi of zo. Deze is in een maatje S. En de achterkant kan je niet verstellen. Maar deze zit eigenlijk standaard wel goed. Omdat je dit kan verstellen. En daarbij hoort dan weer een broekje. En dit is dan het broekje dat erbij zit. Die zit heel erg fijn, omdat ik die ook in een andere kleur heb. En dan heb je gewoon echt een super chill setje. Soms slaap ik hier ook in, omdat het gewoon heel erg lekker zit. Dus dat zijn die setjes. En de andere setjes die ik al had, die bewaar ik dus ook in die doos. En daarvan heb ik bijvoorbeeld ook de blauwe en de zwarte van de Balcony. Die vind ik echt het allerfijnst. Maar welke ik dus ook heel erg fijn vind zitten en heel erg mooi, is deze. Die zit nu niet bij dit pakketje, maar het is wel heel erg een aanrader. Hij schenkt wel helemaal door, maar ik vind het wel echt een super mooi topje. Dus dat is nog even een tip van mij. Ja, dus dat zijn een beetje mijn favorieten. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En als je dat vond, zou ik het ook heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!